Ik ben Ruudje Vermeijre, de maker van de boekbespreking Zij die terugkeerde uit de dood. We hebben een interview met Guido Vermeijre die dan het boek zal toelichten, de drie verhalen vanuit het boek. Een van die verhalen, het laatste verhaal van Gerard, was eigenlijk een vrij moeilijke opdracht voor mij dan als maker, omwille dat er in de kerk waar we wilden filmen, voor de koets, continu dus eigenlijk kerkmuziek aan het spelen was. Het probleem had eigenlijk was dus eigenlijk ja, dat we een interview wilden doen zonder achtergrondgeluid. De oplossing daarvoor is dat we dan de koets gefilmd hebben in de kerk. En op die manier gaan we Guido Vermeijre eigenlijk digitaal voor de koets gaan zetten. Op die manier hebben we met green screens moeten gaan werken. Dan hebben we op deze manier heeft hij zijn verhaal dus eigenlijk voor een groene wand moeten doen. Bekijken voor de belichting die juist stond. Naderhand was het nog niet zo perfect juist, de belichting hebben we gezien. Die hebben we dan digitaal toch een beetje kunnen camoufleren. En op die manier hebben we ook met masks gaan werken, die we dan over Guido Vermeijre hebben gezet. En op die manier hebben we toch een heel groot stuk die echt goed belicht was, kunnen inhouden, die slecht belicht was, kunnen uithouden. Het was ook niet simpel, omdat we echt wel met mask points en met, hoe moet ik het dan nog zeggen, keying moesten gaan werken omwille van en perfect in het beeld te kunnen houden. Op die manier gaan we die digitaal voor de koets gaan placeren en dat is eigenlijk een werksken op zich. Dus we hebben wel nog even werk aan. Wat we ook wilden doen is eigenlijk aan het graf, het beeld die op het graf stond, om deze digitaal te gaan bewerken, bijvoorbeeld dat de engel eigenlijk aan het ademen was. Zodat je een beetje een mystieke sfeer kon bekrijgen. Maar we gaan het toch niet doen. Omwille van... het valt niet op. En als ik iets ga doen dat opvalt, gaat eigenlijk de aandacht van de boekbespreking naar dat beeld gaan. En dat is eigenlijk mijn bedoeling niet. Op dit moment zal het wel nog, denk ik, een week of misschien nog iets langer duren. Vooraleer, misschien 2 weken, denk ik zelfs. Voordat dat de reportage klaar is. En dan moeten we nog gaan voice-overs insteken. En dan gaan we nog 100 titelingen inbrengen. Dus echt klaar, 3-4 weken of zo. En dan zal het online staan. Ja, dit was Achter de Schermen van Zij die terugkeerde uit de dood. Tot de volgende keer.